Nou, als je nou goed kijkt, dan zie je dat aan deze kant dat hij op tijd staat. En dat is de ene van alle vier dus. Hè. Je komt uit de Jumbo en je kijkt naar boven en dan zeg je van, hé, dat klopt ergens iets niet. Ja, en dan onderneem je actie. In de loop der jaren hebben we altijd wel eens een keer een kleine storing gehad in dat het uurwerk stil bleef staan. Alleen ik deze keer, en dat zagen we min of meer al aankomen, want het is 60 jaar oud en het staat boven in de toren in weer en wind. Dus het heeft wel wat te lijden. En nou, de lagering die door de muren heen gaat naar de uurwerken, die zijn dusdanig zwaar gaan draaien. De tand destijds heeft er ook aan gezeten. Dat hij de klokmotor, de wijzer niet meer rondkrijgt. En daar zijn ze bijgekomen en ze hebben nog offerten gedaan. Dat en dat en dat en dat moet er gebeuren. Dus vandaar dat we aan een vrij fors bedrag komen. En toen hebben we beredeneerd van ja, dat uurwerk is niet alleen voor de katholieken hier in de kerk, maar eigenlijk voor heel het dorp. Laten we een actie starten om te zorgen dat iedereen hun bijdrage kan leveren, zodat het uurwerk weer goed gaat functioneren de komende 60 jaar. Het was geloof ik Napoleon die al zei dat de gemeenschap een uurwerk in een wijk of in een stad of in een dorp moest onderhouden. En dat vind je eigenlijk nog wel terug als je op internet gaat zoeken naar subsidies op uurwerken en dergelijke. Dat er gemeenten in Nederland zijn die daar echt jaarlijks een bedrag voor vrij hebben ter ondersteuning van. En dan praat je over een jaarlijks bedrag van 1.000 euro of zoiets dergelijks. Maar ja, Breda kent dat niet, dus we moeten zelf aan de slag. Ik was hier toevallig afgelopen zondag in de kerk en toen hadden we binnen nog geen bus staan. En toen waren diverse van, die stonden met 5 euro in de handen van, het is voor de klok, alsjeblieft. Toen hebben we maar een bus opgezocht en die hebben we hier in de kerk gezet. Want ja, er zijn zo meer van dat soort, ja, min of meer kleinere acties ten opzichte van dat grote bedrag. En er zijn mensen die relatief kleine bedragen maar al op de rekening hebben gestort. Ten bate van het uurwerk. En ja, dat geeft toch wel voldoening als er elke week weer een beetje bij is gekomen. We staan nog op 5.000 euro. Het moet nog 5 keer zoveel worden. Hè? Dus, maar ik denk dat de komende weken, dan krijg je denk ik wel dat gevoel van nou, daar komt een fors bedrag voor binnen. Ik denk dat dat wel zal gaan lukken.